Vannacht om 3 uur kwam het kabinet met antwoorden op vragen over de MH17-ramp. En wat blijkt? Na 100 dagen weten ze nog steeds niks. De informatie is nog steeds 0,0. Waar gaat dit over? Natuurlijk weet iedereen dat het een raket is geweest. Daar gaan we gewoon vanuit. Dat blijkt uit alles. Het Duitse parlement is daar al over ingelicht, het Nederlandse parlement niet. Maar waar het op neerkomt, wat is dit een knullige aanpak? U heeft de MH17 de doofpotdeal geschreven. U gelooft niks van de bestaande theorieën? Nou, er is eigenlijk maar één theorie hier. En dat is dat bijvoorbeeld een programma als Nieuwsuur gevisualiseerd heeft. En die laten dan zien van, er staat een apparaat en er zit een separatist in. En die heeft een raket afgeschoten op de MH17 en that's it. Wat we wel weten is dat we 100 dagen verder zijn en nog steeds niks weten. En dat baart mij grote zorgen, dat we 100 dagen verder zijn en ook niet weten of de onderzoekers nou de radarbeelden hebben en de satellietgegevens. Het lijkt erop van niet. En als wij die gegevens niet hebben, ja, dan werken Oekraïne en Rusland en de Verenigde Staten dus onvoldoende mee met het onderzoek. Wat ik nog veel zorgelijker vind, is dat ook de eerste prioriteit van het kabinet, dat wordt ook toegegeven in die beantwoording, de eerste prioriteit, namelijk repatriëring van slachtoffers of stoffelijke resten, dat dat ook nog niet na 100 dagen volledig gelukt is. Nu zei premier Rutte, de onze steen moet boven. Dat lijkt er heel erg op dat juist die heel erg onder moet blijven. Ja, op deze manier blijft hij onder. Het gaat nog minstens een jaar duren. Heel 2015 heeft het OM kennelijk nog nodig om goed onderzoek te kunnen doen. Nou, dan is dat het klaar is, dan zit je in 2016 misschien nog wel verder. Het onderzoek zit dermate versleuteld en is dermate gebonden aan één partij, Kiev, dat er ook maar één uitkomst uit kan komen. En dat is dat de separatisten het hebben gedaan. Nou ja, dat is natuurlijk naar mijn gevoel onbestaanbaar dat je op zo'n manier rechtsonderzoek gaat doen. Het is vrij incompetent hè, hoe er met deze zaak wordt omgegaan. Het geeft weinig vertrouwen in de overheid. Nou, absoluut, dat is ook zo. En daarom pleit ik voor een parlementaire enquête, zodat de Kamer ook mensen onder ede kan horen wie allemaal bij betrokken zijn geweest. Waarom zijn bepaalde beslissingen genomen en sommige niet? Voor nabestaanden is dit natuurlijk een echt vreselijk scenario. Dat men zo lang moet wachten op de formele bevestiging dat hun familielid of hun vriend bij deze aanslag is omgekomen. Dat is voor familie is dat natuurlijk niet te bevatten.